Brussels Airport is een grote internationale luchthaven. Elke dag stijgen er vele vliegtuigen op of landen er. Tienduizenden mensen vertrekken er op vakantie of op zakenreis. Maar hoe verloopt dat achter de schermen? Hoeveel vliegtuigen komen elke dag op Brussels Airport aan? Welke banen gebruiken ze en waarom? Welke rol speelt het weer? En hoe zit het met de geluidsimpact? Skies en Brussels Airport hebben samen een website gemaakt om een antwoord te geven op al deze vragen. www.batc.be. BATC staat voor Brussels Airport Traffic Control. Zoals de naam het zegt, kan je op de website een zicht krijgen op het baangebruik en het luchtruim rondom de luchthaven. Verder kan je ook meteogegevens in real-time raadplegen. Dit heeft namelijk een grote impact op start- en landingsbanen die in gebruik zijn. Je ziet er ook wat de geluidsmeters van de luchthaven registreren. Tot slot vind je tal van handige statistieken, onder meer over de vliegbewegingen, de groene landingen en het baangebruik. Wil jij de details voor jouw omgeving zien? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Surf dan naar www.batc.be.